Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik jullie iedere keer zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet naar de Uno Clash van Rotary Club of Fresh gaan op 25 oktober? Dat kan, want vandaag is Ciara hier en ze gaat me er alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Ciara. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Goed en met jou? Ik doe mijn best. Jullie zijn weer lekker bezig geweest in de club. Ja. Voor we naar de activiteit gaan, misschien kan je me even vertellen, of voor de mensen die het niet weten, kan je vertellen waarvoor Rotary Club of Fresh staat, wat jullie allemaal doen en what is going to happen op 25 oktober. Ja, nou, de Rotary Club of Fresh is een dochterorganisatie van de Rotary International. En we bestaan dus uit een aantal young professionals en voornaamste wat we doen is dus serving the community. En to serve the community, we need funds. Dus daarvoor ben ik vandaag hier. Omdat we een aantal fundraising projecten organiseren. En die van vrijdag is dus één van ze, de Uno Clash. Ja, zoals ik zei, het wordt gehouden op 25 oktober, vrijdag, van 7 tot 9 uur 's avonds. Bij Talk and Play Café aan de Van Sommelsdijkstraat. Oké, en waarover gaat jullie fundraising precies? Het is Uno Clash, dus zeg maar Uno Competition. Je kan je dus registreren via de link. En dan kom je die dag daar. En dan zijn er dus verschillende stations, om het zo te zeggen. Er worden verschillende wedstrijden gehouden. Wij allemaal spelen we wel Uno, hoor. Mm. We hebben ook een reglement opgesteld, want... De regels van Uno! Iedereen heeft zijn eigen regels. Dus wij dachten van, oké, we moeten echt gewoon een reglement opstellen. En dan vaste regels opgesteld. En die krijg je dus ook bij de registratielink. Kan je dus die ook van tevoren doornemen. Je komt die dag daar. Er worden verschillende wedstrijden gespeeld. En uiteindelijk is er dan een finale. En daar heb je de winnaar. En de winnaar krijgt natuurlijk een leuk prijsje, maar dat zal ik nog even geheim houden. Nee, maar nu wil ik het weten, want ik heb ook mijn eigen regels als ik moet kijken. Als het klopt met het reglement. Want welke versies van Uno gaan we allemaal spelen, Uno? Voor nu is het gewoon de normale versie. Misschien, het kan zijn dat er bij de finale een surprise komt. Maar de wedstrijden voor de finale zijn dus gewoon met normale Uno-kaarten. Okay. Ja. Klinkt spannend. Ja. Heel spannend. Want als een goede Uno-speelster ben ik klaar om mijn kaarten op tafel te gooien. Wie kan allemaal meedoen? Want ik begreep, je kan een link... Je kan je registreren via de link. Mm-hmm. Dus mijn eerste vraag zou zijn, hoe kan ik meedoen? Waar kan ik de link vinden? Is er een leeftijdscategorie eraan verbonden? Ik bedoel, van als ik ooit eens de Uno Champion was, mag ik weer komen? Ja. Hoe werkt het? Voor zover ik weet, is er nog nooit zo'n wedstrijd gehouden in Suriname. Ja, in Suriname niet. Ja, Dus ik denk dat we nationaal nog geen Uno Champion hebben. Die zullen we vrijdag vaststellen. je kan je registreren via de link die je kan vinden op onze socials. Op Instagram en Facebook van de Rotary Club of Fresh. En we hebben geen leeftijd eraan gebonden. We wilden het gewoon openstellen voor iedereen. Natuurlijk is het een vrijdagavond. Het is een beetje laat. Dus ik denk niet dat alle ouders en kinderen misschien... Weet toch, maar we hebben het gewoon open gehouden voor iedereen. Dus dat alle leeftijden mee kunnen doen. En we gaan er gewoon een gezellige dag van maken. Nee, klinkt als een hele goede dag. Het is gratis? Nee, het is niet gratis. Er is een registratiefee aangebonden per persoon. Dus het 150 SLD. En die dag zelf hebben we dus ook een raffle. Waar je dus bonnetjes kan kopen. Of loten dan, om het zo te zeggen. En dan kan je dus ook een leuk prijsje winnen. En je wil niet een tipje van de sluier weggeven van de prijzen zijn? Een ticket of zo, een iPhone 16? Nee, zo ver zijn we nog niet. Het is wel een leuk prijs, je kan er toch wel wat mee doen. En ik zou wel zeggen, je weet toch als je iemand een cadeautje geeft en je weet niet als die persoon het wel leuk zou vinden. Nu kan je zelf je cadeautje kiezen ermee, om het zo te zeggen. Ja. Oké. Yeah. Good enough. Nee, dat klinkt helemaal goed. Ik heb er eigenlijk bijna niets aan toe te voegen. Mm-hmm. Wat ik wel wilde vragen nog is, als ik met een team kom of zo, spelen we dan samen tegen elkaar? Of worden er groepen gedaan? Mm-hmm. Of is het gewoon uiteindelijk de finale komen allemaal? Dus
je registreert je, je mag je registreren als team. Of nou, dan moet je zeggen als team bij de registratielink heb je de mogelijkheid om een aantal mensen in één keer te registreren. Maar die dag zelf maken dus wij wel de groepen. En dan speel je dus gewoon, het kan wel zijn dat je tegen elkaar speelt, maar je weet het niet. En dan zijn er dus verschillende groepen die je dan uiteindelijk, je speelt dus gewoon individueel. Je kan niet als team komen en zeggen van, oké, wij als team gaan. Je weet toch? Nee. Dus het is gewoon everyone for themselves. Nee. Ja. Spannend. Nou, Ciara, ik vind het heel fijn dat je er was. Ik hoop dat het druk wordt, dat jullie veel funds kunnen krijgen. Dat jullie grotere prijzen kunnen kopen en grotere projecten kunnen uitvoeren. Zeker. En ik ben benieuwd om te zien wie de eerste officiële nationale UNO kampioen wordt. Nou, ik... Want het is een kort, maar krachtig gesprek. Straight to the point. Very calm, very direct, very... Dat is precies. Demure. Ja. Maar ik wil je bedanken voor het komen. En ik zie je dan op 25 oktober. Yes. Thank you. Graag gedaan. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Ciara van de Rotary Club of Fresh bij ons in de studio. En zij hebben een fundraising activiteit georganiseerd. En die is op 25 oktober. En dat heet de UNO Clash. Dus als jij thuis zit en denkt van, hey, ik ben de OG UNO Bassie en jij bent iedereen en jij en je team gaan daar komen om die mensen te wijzen hoe je eigenlijk UNO moet spelen, dan is deze activiteit helemaal voor jou. Je kan naar de socials gaan. Daar hebben ze genoeg posts geplaatst waar de link staat waar je kan registreren. Het is niet gratis, kost 150 SRD, maar ze hebben ook mooie prijzen die je kan winnen. Dus het is eigenlijk gratis, kan je zeggen. Dus ik zou zeggen, registreer je gauw. Doe mee met deze competitie, want we hebben nog geen nationale UNO-kampioen. En wie weet word jij het. Dus geef je op. En remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.